beste medewerker van de proefboerderij. Zijn dit nou proefvelden of zijn dit nou productievelden? Nou, dit zijn eigenlijk demovelden zijn dit, om te kijken wat voor erosiebestrijdende maatregelen je kunt uitvoeren om te proberen de erosie zoveel mogelijk te beperken. Want de problematiek van hoge laagwater in Noord- en Midden-Limburg, die speelt er niet. Hier hebben we een ander probleem met water. Ja, dat is zeker een ander probleem. Hier spreken van watererosie. Dus als je op een gegeven moment bij hoge buien of flinke buien, hoge regenintensiteiten, kan het water niet snel genoeg in de grond indringen. En dan begint het langzaam af te stromen en dan kan het water zich verzamelen op bepaalde plaatsen. Dus inderdaad overlast gaan veroorzaken. En wat is daar de functie van de proefboerderij in? Nou, de proefboerderij probeert door onderzoek, door het aanleggen van demovelden, te laten zien hoe je het erosieprobleem kunt verminderen door teeltechnische maatregelen, maar ook door bijvoorbeeld het aanleggen van groenstrook, het plaatsen van een houten buffer om waterstromen tegen te gaan. We hebben hier op de proefboerderij ook ergens een stroodam aangelegd om de mensen te laten zien welke maatregelen je in feite... En dan hebben we het over de gebruikers van het land te boeren. Uiteraard de gebruikers van het land te boeren. En door wie worden jullie dan betaald? Als je naar de erosiebestrijdende maatregelen gaat kijken, hebben we hier een project aan de slag met erosie. En dat wordt gefinancierd vanuit het hoofdproductie Bakkerbouw, de provincie Limburg en het waterschap Roer en Overmaas. Want wat is nou de beste manier om die watererosie tegen te gaan? Wat je in feite gewoon moet doen is het water op het land houden, op de plaats waar het water valt, moet je proberen dat water in de grond te laten indringen. Mm-hmm. En een belangrijk onderdeel van de erosiebestrijdende maatregelen is dat we proberen door niet meer te ploegen, maar niet kerende grondbewerking te gaan uitvoeren, proberen we het water beter in de grond in te laten dringen, zodat het grondoppervlak minder snel verslemt, dicht gaat zitten. En als dat gebeurt, dan stroomt water makkelijker af. We proberen daardoor niet meer te ploegen, proberen we dat net te voorkomen. Mm-hmm. Het water kan dan makkelijker in de grond ingaan dringen. En als het in de grond ingedrongen is, kan het ook niet meer afstromen en dan uiteraard op andere plaatsen geen overlast verzorgen. Jullie zijn dan wel nog steeds bezig met productie. Er wordt niet gekeken naar een ander grondgebruik. Nee, we zijn een proefbedrijf voor de akkerbouw in Zuid-Limburg. En we kijken dus inderdaad naar, als het om de teelt van de gewassen gaat, naar de productie. Wij moeten ervoor zorgen dat boeren en tuinders in Zuid-Limburg boeren en tuinder kunnen blijven. Dat is niet alleen belangrijk voor de eigen boterham, maar ook voor het landschap. Want daar genieten wij juist van. Het feit dat hier landbouw aanwezig is, het feit dat je hier vergezichten hebt en ook de dynamiek van het landschap kunt waarnemen. Dat betekent dus dat wij maatregelen gaan bedenken en bedenken zijn samen met de proefboerderij om die erosie aan te pakken. En vervolgens willen we dat andere partijen dat ook serieus nemen. Dus we zeggen van we gaan niet voor intenties of goede voornemens. We gaan die maatregelen ook vastleggen in een erosieverordening. En dat hebben we een jaar of 15 geleden hebben we dat ook gedaan. Dus boeren of overheden worden nu geconfronteerd met een erosieverordening. Waar moet ik dan aan denken? Nou, het is een stukje wetgeving met dezelfde kracht en dezelfde hardheid als bijvoorbeeld een verkeerswetgeving. Hè. Mm-hmm. Als je verkeersregels overtreedt, dan krijg je een boete. Hier geldt het ook voor. Nou, als je het hebt over een pakket van maatregelen, dan heb je het onder andere over nieuwe bewerkingstechnieken, niet keer in de grondbewerking. Dus laat die ploeg in de schuur staan en probeer zonder de ploeg je land te bewerken. Kan niet overal, maar dat soort maatregelen staat daar wel in. Een maatregel is ook het inzaaien van een groenbemester gedurende de winterperiode. De winterperiode is heel kwetsbaar, hè? Dan is het landbraak. Mm-hmm. Er staat er even niets en dan moet je eigenlijk zorgen dat er toch een stuk begroeiing is gedurende die periode. Dus dat zijn zoal maatregelen die in die verordening zijn samengevoegd tot pakketjes. En dat zit er dan in volgens het principe hoe steiler de helling, hoe zwaarder het pakket van maatregelen. En daar confronteren jullie boeren mee? Ja.
Ja. We hebben die verordening ook gemaakt samen met de boeren. Het is dus niet zo dat wij hier om van alles zitten te verzinnen en dat vervolgens naar hier toe uitdragen. We hebben samen met de boeren hebben we die verordening gemaakt. De maatregelen hebben we samen bedacht met de proefboerderij. Om te kijken, werkt het en is het ook uitvoerbaar in de praktijk? En dat heeft uiteindelijk geleid tot een gedragen geheel. En boeren zeggen nu zelf ook van ja, je mag ons serieus nemen. Dus legt het gerust vast in de wetgeving. Mm-hmm.